Melkveehouder René de Klein zette op vrijdag 10 mei de deuren van boerderij De Spie in Langenboom wagenwijd open voor alle belangstellenden. Zo kon iedereen zien wat er zoal moet gebeuren om melk- en zuivelproducten bij u op tafel te krijgen. Vandaag hebben wij open dag en er zijn meerdere, een dertigtal bedrijven meer vandaag die open dag houden. Vanuit onze leverancier, uit de firma waar wij melk aan leveren. En dat doen wij om de sector toch een beetje te promoten. Een kalfje van zo'n 3 weken oud vond al het bezoek razend interessant en liet zich maar wat graag aaien door de kinderen. Het is vooral voor de kinderen eigenlijk opgezet, dat de beleving van de kinderen zo gebracht wordt dat het gewoon, het is allemaal aaibaar, het is allemaal buiten te doen, het is vrolijk, het is gezellig. Het is gewoon, we willen ons product promoten en dat doen we op deze manier. Ik zie alleen maar vrolijke gezichten vandaag, dus het is nu al geslaagd. Dat gaat niet, hè? Hé, hey, hoe leuk is dit? Ja, toch? Wil je ook een beetje horen? Hé, ik mis een meisje. Die koe moest vorige week kalven. Maar die had een slag in de baarmoeder, zoals dat heet. En die hebben met de dierenarts hebben die weer terug kunnen, de baarmoeder goed kunnen leggen. Maar toen kon het kalfje er toch niet uit. En hebben alsnog een keizersnede moeten doen om het kalfje eruit te krijgen. Wij melken hier een 100 melkkoeien met een 50 stuk jongvee die later dan weer tot melkkoe grootgebracht worden. S'morgens sta ik meestal rond 6:30 staan we op en dan beginnen we altijd met de koeien te melken. Zo gauw als deze koeien leeg zijn om 8 uur dan mogen die koeien naar buiten toe. Dan lopen ze een uurtje of 6 lopen ze buiten. Voordat ze weer naar binnen komen, maar voor die tijd doen we ze op stallen weer bijvoeren met gras en mais aan het voerrek. Als ze dan binnenkomen kunnen ze daar de hele dag nog van vreten. We gaan dan om 6 uur gaan we weer 2 keer per dag melken. Dat doen we dus 2 keer per dag. En dan zijn we rond 8:30 zijn we klaar.